handig. 0-1 tegen Gent in voetbal echt geluk en verdriet heel dicht bij elkaar. Dat hebben jullie deze week ondervonden. Ja, zeker. Het is een zeer zware teleurstelling. Ja, het was wel een wedstrijd die gelijk opgaand ging op een heel moeilijk zwaar terrein. En dat wil zeggen dat de hardknokkende ploeg misschien wel met een doelpuntje heeft kunnen halen. Ja, dat weet ik niet, maar het was een zeer zwaar plein. En je kunt van die minder dagen hebben. Maar kijk, we kunnen er uit leren en we moeten verder. Hè. Ja. Aan de andere kant, ze wordt van dames verwacht dat ze 3 topwedstrijden op 6 dagen gaan spelen. Is dat bij de mannen gebeurd? Er wordt 3 weken over geschreven. Ja, dat is waar. Het is misschien iets te veel. Want voor de tegenanderlecht hebben we wel 120 minuten moeten spelen. En ik denk dat dat wel in ons benen zat. Maar vandaag nog niet meer, want we hebben ook kunnen recupereren. Maar kijk, dat is voetbal en de ene dag kunnen winnen en de andere dag kunnen verliezen. Ja, maar uiteraard in de play-offs, daar worden de prijzen verteld. Ja, zeker. Kijk, het is nog, de competitie is eigenlijk nog lang, dus er kan nog van alles gebeuren. En in de play-offs worden de punten gehalveerd, dus dan zal de punten uitgedeeld worden. Ik zou zeggen, kop op en vaart. Dank u wel. Dank u.